Yo mensen, Jarrasque hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jarrasque Gaming. Vandaag spelen we Call of Duty Ghosts, we spelen op map Octane en ik speel de game mode Hunted. Hunted is natuurlijk een game mode. Wordt een ammo box gedropt, je moet naar de ammo box toe rennen en je moet daar een wapen uit zien te krijgen, want anders kan je geen ene zak doen. Dus we gaan nu naar de ammo box toe. Ik gooi meteen mijn flash. Als je die flash zo lang mogelijk ingedrukt houdt, dan ontploft die 5 keer achter elkaar. Dus dat is iets leuks om bij dat dingetje te gebruiken en snel een wapen pakken. En dan krijgen we een fucking... What the heck? What the heck is dit? Wat was dat? Dat wapen heb ik nog nooit gezien. Je krijgt echt de meest rare shit soms uit zo'n care pack. Je kan een shotgun krijgen. Je kan het geluk hebben dat je gewoon een normaal submachine gunje krijgt. Maar je kan ook gewoon in één keer een sniper of zo krijgen. Dus je moet echt gewoon geluk hebben. Kijk, zo'n shotgun bijvoorbeeld, die hoef ik niet. Dus dan switch ik hem gewoon nog een keer om. Dan krijg je een Mtor. Je kan 6 verschillende wapens uit de box krijgen. 6 in totaal. En dan moet je weer naar een nieuwe box toe rennen. Want dan is de andere box dus weer weggegaan. Dus ja, let erop dat je, als je switcht, misschien wel de box opmaakt. En elke enemy die komt ook gewoon naar die box toe rennen. Want iedereen wil natuurlijk een beetje een normaal wapen hebben om mee te kunnen gaan schieten in deze game mode. Je moet ook eigenlijk zorgen dat je een beetje je ammo bespaart. Wat ik nu dus niet aan het doen ben. Maar dat moet je eigenlijk wel doen. Alleen, kutzooi. Dat ben ik nu dus echt totaal niet aan het doen gewoon. Kom je op me af? Nee. Ik heb nu een wapen nodig. Maar ik weet niet waar de enemies lopen. Dus ik loop even mijn teammates achterna. Ik hoop dat er hier iets ligt. Nee, kutzooi. Alsjeblieft. Ik heb een wapen nodig, jongens. Komt hier alsjeblieft een ammo box. Please, laat hier een ammo box komen of zo. Ah, shit, sorry. Die ammo box komt helemaal aan de andere kant van de map. Daar ben ik niet zo blij om. Kill hem, teammate. Kill hem. Goed zo, teammate. Mag ik zijn wapen hebben? Fuck, teammate heeft zijn wapen opgepakt. We hebben een wapen nodig. We hebben een wapen nodig. We lopen hier allemaal enemies. Ik heb weer een nieuwe throwing knife. En, oh, dit is zo intens. Ik heb een wapen nodig. Enemies. Nee. Ik heb nog steeds geen ammo. Ik heb nog steeds geen ammo. Pak deze boel de kop. Ja, we hebben ammo. We hebben ammo. Met dik harde geluk, maar we hebben ammo. Pak deze Magnum op. Oh yes. We hebben weer geen ammo. Shit! We beginnen zo lekker, hè. Maar je ziet, als je out of ammo komt te zitten in deze game, want je kan gewoon geen ene zak meer doen. Als je ammo hebt, kan je heel erg veel doen. Maar je moet gewoon zorgen dat je een beetje een normaal wapen krijgt. Zoals dus deze Honey Badge. En je moet gewoon zorgen dat je gewoon naar die weaponboxen toe gaat. Want anders werkt het gewoon echt totaal niet, kan ik je alvast garanderen. Dus ja, het is allemaal gelukkig met deze game mode. Maar het is echt een superleuke game mode in mijn opzicht. En ik speel hem ook heel erg vaak. Ik vind het een beetje jammer dat maar ongeveer 1500 mensen of zo deze game moet spelen. Want het is echt gewoon kicken om het te spelen. En je moet ook gewoon een bepaalde tactiek hebben. Want als je hier gaat rondrennen en je denkt niet na, dan is het enige wat jij gaat dood. En nog is dood. Dus je moet echt gewoon heel erg goed nadenken. Wil je hierin een goede score kunnen halen. Maar het is daarom wel weer echt heel erg leuk om te spelen. Omdat je zo goed moet nadenken. Dus hier ligt weer een nieuwe Honey Badger. En oh, die hebben een bulldog, man. Die had een bulldog. Ik vind het ook jammer. Hetzelfde als bij Crank. Dat deze game mode maar tot de 65 kills gaat. En het gaat gewoon een tikkeltje te snel voorbij. Crank gaat te snel voorbij, want het gaat maar tot de 100 punten. En Hunted gaat te snel voorbij, want het gaat maar tot de 65 punten. En het is gewoon te weinig voor in zo'n soort game mode. Dus ja, voor mij mogen ze dat even gaan fixen. Voor mij mogen ze dat even gaan oplossen. En dan duren de boxjes ook tenminste wat langer. Maar het is een hele leuke game mode om te spelen. Als jij veel kills wil halen in een game mode Hunted, heb jij gewoon een team nodig die niet al te veel killt. En je moet natuurlijk gewoon normale wapens krijgen uit jouw boxje. En dan kan je gewoon iedereen killen. Maar ja, 16-4. Ik vind het een mooie score voor een Hunted. 16 kills van de 65. Teammate staat boven met 18-4. En mocht je hebben genoten, mensen, geef een duimpje omhoog. Test deze game mode echt een keertje uit. Want hij speelt lekker. Hij speelt chill. Dus tot de volgende keer weer. En bye bye.